Hier zijn we dus 50 jaar langs gefietst en we wilden eens van binnen zien en hoe ze dan wonen. Nou, ik vind het heel interessant om hier aan te zijn, want ja, veel gelegenheid om hier te komen heb je normaal gesproken niet. En die zullen we waarschijnlijk ook niet meer krijgen. Die kamertjes worden het ook niet willen wonen, echt niet. Ja. De ramen kunnen niet open. Dat is echt, lijkt wel of het nog een gevangenis is. Zo, hè. Avondeten, wordt dat gezamenlijk gedaan of moeten ze dat betalen van die 57 euro? Ja, en sommige AZC's, dan heb je inderdaad de regeling dat je dan wordt het gepresenteerd, ontbijt, lunch en eten. Hier hebben we gezamenlijke keukens, dus mensen moeten zelf boodschappen doen, zelf koken. Ik heb ook al een gesprekje gehad met een voormalig TBS-cliënt die hier ook op een van mijn afdelingen, want ik heb hier toen ook gewerkt, heeft gezeten. Ja, oh, geweldig wat jullie hier gedaan hebben met dit gebouw. Het is veel kleurrijker, veel vriendelijker dan dat het toen was. Ja, ik zeg ja, dat is zo. Hè? Een hele andere populatie. Wij mogen allemaal even kijken. Ja, natuurlijk. Ja, in huis ja? Nee, in India. Ja. 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 Fijn. Ik heb er nog één, hè? Ja, je zit waar we geweest zijn met die jonge vrouw, met die kinderen allemaal. Ja, ik vind het toch wel. Maar ja, ze hebben een onderkomen. Ze hebben te eten, kunnen zich douchen. Dat is wel fijn. It's good that they can come and see how we live.